een ontzettende boost gegeven, die 5-1 overwinning tegen NEC. Want daarvoor scoorden jullie heel weinig. Ja, we scoorden wel weinig, maar we creëerden veel kansen. Dus we zeiden altijd tegen elkaar van ja, de kansen blijven komen. Dus ja, als eenmaal begint te draaien, dan, dan kan het wel goed lopen. Ja, als je Feyenoord nu vergelijkt met het Feyenoord van vorig seizoen in oktober, ben je dan verder? Ja, het is moeilijk te zeggen. Ja, ik heb een heel ander team. En, een paar nieuwe spelers bijgekomen en hoofdspelers ook weggegaan. Maar ja, ik moet zeggen dat we steeds beter op elkaar ingespeeld raken. En zie ook steeds meer aan bepaalde situaties binnen het veld dat je minder tijd nodig hebt om elkaar iets duidelijk te maken. Welke gedachten gaan we je uit als je aan FC Groningen Feyenoord denkt? Ja, je denkt toch wel beter te gaan vorig jaar. Alles wat fout kon gaan, ging fout. Maar ja, na die wedstrijd komt toch wel een omschakeling. En sindsdien hadden we een goede serie neergezet. Tot aan de winterstop. Ja, ja, absoluut. En jij zat toen op die bank tijdens die wedstrijd. Is dat dan een leidersweg? Ja, tuurlijk. Want ja, je zit op de bank. Je kan niet zoveel doen. En je hoopt dat je mag invallen om alsnog wat te kunnen herstellen. Maar helaas mocht het niet zo zijn. Maar ik denk dat iedereen niet te veel zal meenemen. Want thuis hebben we vorig jaar ook wel hersteld, dus er is geen sprake van een trauma of zo. Ja, de verhoudingen die zijn nu anders. Wat verwacht je zondag van FC Groningen tegen Feyenoord? Ja, een heel andere situatie natuurlijk. Bij hun draait het nog niet zo lekker. Ze hebben vorige week wel gewonnen, maar je ziet dat het team nog niet echt zo stabiel is. Maar zegt nog niks, we moeten gewoon ons best blijven doen. En ja, zoals afgelopen zaterdag gewoon vol er tegenaan gaan. Jouw eigen prestaties kijken. Hoe vind je het gaan dit seizoen? Ja, ik vind het tot nu toe wel goed gaan. Ja, ik voel me steeds beter en fitter. En ja, ik probeer gewoon steeds grotere bijdrage te leveren aan een teamprestatie. Ja, als we mensen rondom de club spreken over jou, dan zeiden ze ja, vorig seizoen had hij hele goede wedstrijden, maar hij wisselde dat ook af met slordig moment. En hij is nu veel stabieler. Hoe zie jij dat zelf? Ja, dat klopt wel een beetje. En ik heb er ook hard aan gewerkt. En, ja, je neemt de mening van andere mensen ook wel een beetje mee en geeft er je eigen draai aan en probeert jezelf gewoon te blijven ontwikkelen en beter te worden. Nu sta je gewoon weer linksback. Is dat voor jou ook gewoon van, als je speelt, sta je er gewoon? Ja, dat is natuurlijk het belangrijkste voor elke wisselspeler of degene die op het moment aan de kant staat. Ja, ik heb tot nu toe gewoon mijn kans goed gepakt en ik blijf mijn best doen zodat ik erin blijf staan.